Als je dus rechts een fietser ziet aankomen, dan moet je eigenlijk jezelf gaan aanleren van oké, die fietser wil ik niet meer uit mijn oog verliezen gewoon. Omdat er gebeuren gewoon heel snel ongelukken op dat vlak. En ja, fietsers zijn ook heel onvoorspelbaar. Want ja, hè, vooral de nieuwe generatie. Ja, ik ben ook de nieuwe generatie. Maar ja, ik ga het wel benoemen. Met oortjes rijden of met oortjes fietsen. Of hè, met, ja, nee, ik heb dat, of met, überhaupt met oortjes lopen over straat. Ik bedoel, je wilt toch een beetje weten wat er om je heen gebeurt. Ik bedoel, hoe vaak zie je dan niet dat iemand bij wijze van spreken een beroerte krijgt en dat hij met, weet ik veel, 50 km per uur of harder zo de stoep op komt jagen, weet je wel. Ja, dat ga je gewoon nooit merken als je een koptelefoon op hebt of zo. Dus ja, dat vind ik echt, ja, die mentaliteit heb ik echt helemaal niks mee. Ik bedoel, oortjes als je aan het sporten bent of hè, aan het gamen of zo. Ja, nee, dat snap ik wel, maar nee, gewoon op de openbare weg of als je aan het rijden bent, dat je je helemaal afzondert van de hele wereld om je heen. Nou, zou ik niet doen. Nou, dit is ook wel in principe een leuke informatieve weg, want dit is dus een 80-weg. Geloof het of niet, dit is een 80-weg. Ik kan je nu al zeggen, zie je die twee lijnen op de grond? Daar pas ik echt net tussen. En dan heb ik het over niet tussen de lijnen, nee, op de lijnen. Ik kan net als ik in mijn spiegels kijk, kan ik de buitenlijnen van de lijn zien. Dus ik rij eigenlijk op beide lijnen. Ja, je kan je inbeelden, zoals je nu ziet, als er een andere vrachtwagen aankomt, dan moet je uitwijken, een beetje naar rechts. Maar ja, ik heb hier al twee borden rechts van me staan, dus ik moet een beetje afremmen, wachten tot hij voorbij is. Daarna kan ik weer tussen die twee lijnen komen. Want ja, als je natuurlijk uit gaat wijken, dan kom je dichter bij de palen of borden of ja, überhaupt bomen alleen al, die hier enigszins een klein beetje uitsteken, niet zo heel erg. Maar ja, het zijn wel allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. En je moet natuurlijk ook rekening houden dat je natuurlijk niet met één band het gras induikt. Want ja, je weegt nogal wat, hè? 15.000 kilo als je leeg bent. En ja, geloof me, die band die graaft zich sneller in dan je wil geloven op sommige plekken. Een vrachtwagenspiegel die hangt heel hoog en een autospiegel die hangt heel laag. We gaan hier naar rechts. Wordt een krap straatje, even een fietser voor laten gaan. En zorg ook dat je naar fietsers kijkt voor de rotonde en als je er net op rijdt. Want als je eenmaal die knik zet dat je naar rechts wil gaan, dan sta je in een knik. En dan kan je niet meer zien ja, wat er precies aankomt, om het zo te zeggen. Er staat een auto midden op de weg. Dus ja, gewoon even afremmen, knipperlicht aan, laat iedereen achter je weten dat er iets, een blokkade is, om het zo te zeggen. En dat is ook belangrijk dat je je snelheid eruit haalt. Want als jij gewoon je knipperlicht naar links aan doet, dan denken ze gewoon van, oh, hij moet de volgende linksaf, bij wijze van spreken. Zo, even hem voorlaten. Want kijk, Oké, jongens, dus als je dit ziet, hier gaan wij erin. Maar hier rechts zie je al dat er twee auto's staan. Dus je moet nu al goed kunnen inzien dat je die bocht achterwaarts nooit normaal gaat kunnen maken. Als je hem gewoon links om erin wil draaien of rechts om erin wil draaien. Want aan beide kanten staat er een auto. Dus je moet er recht in of recht achteruit erin. En ja, je hebt voor de rest ook geen andere opties. Hier links in die smalle inrit, daar moeten we in volgens mij. Dus wat we dan doen, is dan steek je hem dus hier op hun terrein. Dan gaan we even achteruit rijden. Zo, want dat zal je wel zien zometeen. Er staat hier een auto links, een zwarte Ford, en rechts staat een Peugeot. Dus met andere woorden, het maakt eigenlijk niet uit van welke kant ik had gekomen. Die staan zo enorm in de weg dat ik hem niet achteruit hierin had kunnen steken. Ja, prima wegje zo met de vrachtwagen. In Amsterdam heb je dus ook dit soort wegen, maar dan heb je dus, ja, dan hebben die auto's niet genoeg vakken. Dus dan staan de auto's met hun banden op die donkere streep ongeveer een halve meter meer naar links. Ja, en dan is het heel leuk als iemand te veel naar links parkeert. Dus zijn spiegel niet inklapt van zijn werkbus of zo. Oké, jongens, dus hier ook enigszins alweer een kort bochtje. Dus lekker lang door laten steken. Zo. En hier komt meteen een T-splitsing. Dus zorg dat je meteen aan de goede kant eindigt waar je wil zijn, om het zo te zeggen. Zo even goed observeren.
Kijk, fietsers die zie je snel over het hoofd. Maar wat je ook heel snel over het hoofd ziet, zijn scooters. Zo, deze pak ik ook in het midden. Deze bocht kan je echt niet halen namelijk. Zo, dan draai ik hem wel weer door zo met een knikje waar ik altijd zeg. Maar ja, scooters die zijn helemaal opgevoerd om het zo te zeggen. En dan heb je wel nog eens gewoon dat, ja, dat die dingen gewoon 70 lopen. En dat je één keer links kijkt, één keer rechts. En dat je nog een keer naar links kijkt en opeens een scooter met 70 aankomt rijden. Ja, dat heb je soms. Maar ja, zoals ik zeg, als je gewoon even rustig afremt tot je in de buurt van de rotonde bent. Dan kan je ook veel verder kijken naar links of van een T-splitsing en naar rechts. Gewoon om te zien of er daadwerkelijk in de vette ook iets aankomt. Dat is natuurlijk als vrachtwagenchauffeur zijnde heel belangrijk. Dat je vooral in de verte kijkt en niet wat er om de hoek gebeurt, om het zo te zeggen. Kijk, hier zit een fietspad precies voor het hek dat open gaat. Dus wees extra voorzichtig. Kijk dubbel goed. Oké, ik kan. En nou weer meteen een auto weg. Waar je dus links en rechts moet kijken. Zo, lekker doordraaien. Blijf tenminste op je eigen weghelft. Eens kijken, ik moet hier al naar links. Oké. Nou, helemaal naar links. Zo, links plakken, weer naar rechts en een knikje naar links, zodat je trailer weer rechts staat. Oké, vooral hier ook zie je die rode lijn van het fietspad ineens beginnen. Heel vaak stopt hij en loopt hij door op de openbare weg. Zorg dan niet dat er een fietser in je door je hoek zit. Want ja, die fietser wordt geforceerd op de weg. En die fietsen, 8 van de 10 keer zijn ze echt te beroerd om even te kijken of er een auto aankomt. En kijk, hier passen wel 2 vrachtwagens. Maar hier links staan ook gigantisch veel vrachtwagens. En ja, spiegels steken uit. En zelfs sommige vrachtwagens, bijvoorbeeld, ja, auto, kom maar aan. Doe maar rustig. Maar sommige banden staan ook net op de lijn of net iets ervoorbij. Dus bij dit soort scenario's, als er nu een tegenligger komt, dan pas je er dus niet met z'n tweeën doorheen. En ja, het is daar zelfs zo krap. Misschien dat dit... Oh nee, dat is de achter. Maar ja, dan gaat het dus net niet passen, om het zo te zeggen. Dus dan moet je even goed opletten dat je dus wel afremt en elkaar een beetje de ruimte gunt. Zo. Kijk, en dit paaltje heb ik al meerdere malen genomen, maar ik ga hem nog 1 keer bespreken. Kijk, het is hier heel krap. Als ik hier nu meteen naar links stuur, dan gaat die paal eruit. Je ziet ook al, hij is vervangen met de andere. Dus wat je wil doen, je wil hier naar rechts sturen en dan wil je naar links sturen. Want zoals je kan zien, als je hem 1 keer naar rechts stuurt en dan naar links stuurt, dan gooi je die trailer eigenlijk in een soort van knik. En dan gaat hij er dus veel makkelijker omheen.